We zijn hier vandaag in Sunpark de Kempense Meren te Mol, waar gisteren de kersverse kandidaten voor Mr. Gay 2020 verkozen zijn. Tijd om ze even beter te leren kennen. Naast mij zit Kevin. Dag Kevin. Goeiedag Matthias. Hoe gaat het met jou? Heel goed. Na al die drukte voel ik mij heel goed. Oké, perfect. Hoe heb je het afgelopen weekend al ervaren? Heel nerveus. Nu gaat het wat rustiger. Ik vond het heel fijn en heel plezant. Alle mensen die ik heb leren kennen, vond ik heel leuk. Dus ik heb er wel een goed gevoel bij dit weekend. Ik vond het een fantastisch weekend. Oké, prima. Mensen willen je natuurlijk weten wie Kevin is. Vertel eens wat meer over jezelf. Ik ben Kevin, ik ben 28 jaar en ik kom uit Sint-Joris-Wing. En mijn thema is SOAS. Mijn hobby is, ja, dat is met mijn paarden bezig zijn en met mijn honden. En ik zet mij heel veel in voor andere mensen. Oké, okay, hoeveel paarden heb je? Ik heb er in totaal 2. Okay, perfect. Je vertelt, je thema is SOAS. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat wil je daar rond ondernemen de komende 4 maanden als finalist? Ja. Ik ben student verpleegkunde, dus ik zie heel veel op mijn stages dat ik heb gedaan, dat SOAS zowat worden weggeduwd. Mensen die daar komen, die hebben soms een probleem. Die kunnen niemand vinden waar dat ze hun mentale en hun fysieke problemen aan kunnen zeggen. Want natuurlijk vraagt dat heel veel van je geestelijke zelf. En die willen daar graag met mensen over babbelen en dat kunnen ze niet. En ik wil daar echt voor instaan om daar wel een open issue van te maken. Dat mensen wel personen vinden voor te kunnen babbelen en hun problemen tegen te zeggen. Oké, perfect. Mooi initiatief. Dat hebben we zeker nodig in mijn opzicht. Iets anders, iets totaal anders. Ga je graag op reis en waar zou je, moest je één land kiezen, naar welk land zou je willen gaan en waarom? Oké, ik ga niet graag op reis, want ik zit met mijn honden en mijn paarden en die zijn echt alles voor mij. Maar ik heb een Roemeense stiefmama, dus ik kies het land Roemenië, omdat wij daar ook een huis hebben en ik daar echt mezelf en op mijn gemak kan zijn. Het nadeel daar wel is van, het is wat homofoob natuurlijk, dus je mag daar niet als homo zijn zoals je bent. Maar daarvoor schilder ik het land niet af, overal is verbetering mogelijk. Oké, top, mooi. Ben je er ooit al geweest? Ja, ik ben er al elk jaar geweest. Oké. Mocht je nu moeten kiezen tussen Mr. Gay Belgium 2020 worden of de lotto winnen, wat zou je kiezen en waarom? Mr. Gay Belgium 2020 worden, waarom? Ik heb een statement. Oké, je kunt dat statement apart ook wel uitvoeren. Maar ik vind, met zo'n organisatie als Mr. Gay Belgium komt dat 2 keer zo hard over en luisteren de mensen ook 2 keer zo hard. Het is een grote organisatie, er zit veel volk aan verbonden, dus uw statement kan ook meer verspreid worden en kan krachtiger uitgezet worden. Oké, perfect. Geef me 1 positieve en 1 negatieve eigenschap van jezelf. Mijn positieve eigenschap vind ik dat ik heel goed kan luisteren naar mensen en kan helpen hun eigen verhaal te laten doen. Een negatieve eigenschap aan mezelf, dat ik veel voor anderen doe, maar ik moet soms ook wel eens denken aan mezelf even tot rust te brengen. En ik doe dat wel, maar ik moet daar echt op kijken voor mezelf te doen. Oké, dankjewel Kevin voor dit openhartige interview. Ik wens je veel succes de komende 4 maanden en dan zullen we zien 23 mei wie mij zal opvolgen. Veel succes!